Had jij iets om les over te geven? Distancing, hè? Social distancing, het tegenovergestelde daarvan is closing. Nee, ja? Of embracing, social embracing. Embracing. Ik weet niet, wat is het antoniem van social distancing? Maar ik vraag het u. Het is anti-social distancing. Wordt het niet tijd om te bekennen? Ik beken niets. Ik heb niets gedaan. Ik ben de onschuld zelf. Wie is de bende van Nijvel? Dat is een bende die in de jaren 80, meen ik, ja? Vlaanderen onveilig maakte. Maar Nijvel ligt toch niet in Vlaanderen? Nijvel lag vroeger in Vlaanderen. Alles lag in Vlaanderen. Ze hebben ons alles afgenomen. Ze hebben ons zelf Frans-Vlaanderen en Rijssel afgenomen. En dat noemen ze nu Lille. Nee, ja, Rijssel. De wereld staat. Vlaanderen. Vlaanderen is nog altijd een wereldstaat. Als je ziet, hier is procentueel het meest aantal coronadoden. Dus we staan toch in het middenpunt van de belangstelling. Maar de fout die wij maken, dat is dat we de social distancing aanhouden. We moeten anti-social distancing doen. Ik heb u geen goed Engels geleerd. Want bij social distancing, hoe verder je van de mensen gaat afstaan, hoe luider je gaat spreken. Hoe luider je gaat spreken, hoe meer speekselen, spatten, er vliegen naar de mensen. Je moet de mensen social embracing leren. Mm-hmm. Heel kort bij de anderen gaan staan, in zijn oog fluisteren. Wanneer men fluistert, heeft men weinig spatjes. Zo blijft iedereen veilig. Dank u wel voor de les. Volgende keer leren we lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding is geestelijk turnen.